Hallo, ik ben Jean van Dijk, tv-formatontwikkelaar en YouTube-ontwikkelaar. Ik heb een nieuwe rubriek Idee Fixen en hierin laat ik je kennis maken met diverse brainstormtechnieken en out-of-the-box denken. Wil je daar nou helemaal niets van missen? Druk dan even rechtsonderin op het zwarte logootje. Dan blijf je altijd up-to-date met wat er allemaal op dit gebied te doen is. Soms is het best wel moeilijk om vanuit je eigen gedachten tot objectieve inzichten te komen. Dat kan zijn omdat je er zo bij betrokken bent dat dat al een probleem is. Of dat je zo enthousiast bent of negatief bent dat je niet tot objectieve dingen kan komen. Dat kun je verhinderen door vanuit een totaal ander perspectief naar je situatie te kijken. Ik gebruik hiervoor een schets van een auto. En deze auto dient als metafoor om tot verhelderende inzichten te komen. Ik gebruik het voorbeeld van het opzetten van een eigen tandheelkundige kliniek. Maar het kunnen ook persoonlijke situaties zijn. Zoals dat je, als je in de spiegel kijkt, een totaal verkeerd zelfbeeld hebt. Of dat je denkt bij jezelf, goh, ik drink te veel. Of nog erger, ik weet eigenlijk wel dat ik verslaafd ben aan heroïne, cocaïne of wat dan ook. Maar voor nu gaan we er dus vanuit dat je een tandheelkundige kliniek wil beginnen. En daarom gaan we op een out-of-the-box manier even kijken van wat daar allemaal voor mogelijk is. Mijn out-of-the-box manier is om een tekening te maken, een schetsje van een auto op een weg. Je stelt jezelf dan 7 vragen en dan word je vanuit een totaal ander perspectief, kom je met antwoorden op de problematiek die je eigenlijk wil behandelen. Als je blijft kijken naar het filmpje, zul je merken dat een dergelijke quickscan binnen enkele minuten kan. Op naar de sketch. Zoals gezegd gaan we nu de schets maken die ons een inventarisatie oplevert waar we wat mee kunnen. Zo, de motorkap, het dak, de achterkant, een wiel, nog een wiel, een koplampje, wieldopjes, raampje voor, raampje achter. Dat is hem dus. Een niet zo fraai geschetst modelletje, maar daar gaat het niet om. Wie of wat zit nu eigenlijk aan het stuur van onze auto of situatie? In ons voorbeeld is het de vraag naar de tandheelkundige kliniek. Wie of wat zijn de passagiers? Hoeveel? Bijvoorbeeld 3 patiënten per uur. Wie of wat is het chassis? In ons voorbeeld denk ik aan een kantoorruimte met 3 kamers in een hoofdstraat van een middelgroot dorp. Wie of wat is de motor? Ja, dat kan niet anders. Dat is de tandheelkundige tandarts. Wie of wat is de brandstof? Ik denk het gemak van de dorpelingen om in hun eigen dorp naar de tandarts te gaan en de bereidheid om te switchen. Wie of wat zijn de wielen? Wat beweegt de auto? Dat kan de expertise zijn van de tandarts, maar ook de servicegevoeligheid van de medewerkers. Hoe of wat is de weg? Is het hobbelig? Liggen er hobbels te wachten? Of is deze weg glad en kun je geen uitglijders veroorloven? Dan nog de situatie van het dorp. Hoeveel mensen? Wat is de economische situatie van die mensen? Inventariseer deze en je weet hoe je de hobbelige of gladde weg kunt bereiden. Je ziet, door deze snelle inventarisatie te maken, krijg je al snel een beter begrip over de situatie. De verbanden tussen de belangrijkste elementen en veel inzicht over hoe jouw situatie of bedrijf erbij staat. En dat allemaal door 7 vragen. Wie zit er achter het stuur? Wie zijn de passagiers? Wie is de motor? Wat is de brandstof? Wat zijn de wielen? En natuurlijk, hoe ziet de weg eruit? Een snelle, prima methode voor een inventarisatie. Zo, dat was de schets. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Maar je zult je wel afvragen, hoe zit het nu met die andere dingen die je omschreven hebt? Bijvoorbeeld bij een verslaving of in het geval van een slecht zelfbeeld. Bij een verslaving zit je natuurlijk niet zelf aan het stuur. Dat is je verslaving. Hooguit ben je passagier. Maar ook je dierbare en geliefde kunnen passagiers zijn. Bij een slecht zelfbeeld, ja,
dan is de spiegel de chauffeur. Maar wat veroorzaakt dat slechte zelfbeeld? Wat is de brandstof van die auto en wat voedt het? En is dat iets uit je verleden? Of wat zijn de wielen die zorgen dat je slechte zelfbeeld maar aanhoudt? Kortom, je kunt in deze inventarisatie alles voorleggen. Je eigen situatie, de situatie van je bedrijf, de situatie met omgang van je personeel, de situatie van een problematiek waar je niet uitkomt. Op deze manier kun je een hele korte inventarisatie maken. Wil je meer weten over deze of andere out-of-the-box of brainstorm technieken? Bel me of mail me dan even. Het nummer is 06427-66518 en het e-mailadres is pepperinnovatie@hotmail.com. In deze nieuwe rubriek Ideefixer komen we met meer filmpjes over out-of-the-box en brainstorm technieken. Wil je daar nou helemaal niets van missen? Wacht dan even op de eindslide en meld je als lid van mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van mijn nieuwe filmpjes. Ik dank je en tot ziens!